In dit tasje zit de Biosec 200. Zo ontvangt u de Biosec 200. De voorzijde informatie en op de achterzijde de instructie. U opent deze zak aan de onderzijde van het plastic zak. Dat doet u zo, zodat u zeker weet dat u niet in de Biosec 200 knipt. Aan de onderzijde knipt u de zak open. Vervolgens haalt u deze zak uit het omhulsel. Ook deze zak knipt u open, zodanig dat u niet de inhoud beschadigt. En vervolgens haalt u de Biosec 200 uit de verpakking. Mocht u voor het aanbrengen van de zakjes erachter komen dat het stuk is of open, gebruikt u deze dan niet, maar retourneer deze dan in de zak waar u hem heeft uitgehaald naar de importeur. Op de droge, blote huid worden de zakjes geplaatst, direct onder de navel. Eerst haalt u de strip van de plakker af. Daarna plaatst u de zakjes op de droge blote huid. U schudt het een beetje op. En in dit geval plaatst u, de sticker heb ik eraf gehaald, ernaast. In deze instructiefilm hebben we gebruik gemaakt van een inco-inlegger, dus geen incontinentiemateriaal gebruikt op of onder deze zakjes. Na het plaatsen van de zakjes kunt u gewoon de overledene aankleden zoals de familie dat wenst. De geplaatste zakjes worden nooit vervangen of weggehaald. U kunt er wel, mocht het nodig zijn, een zakje bij plaatsen. Omdat geen buik hetzelfde is, is het belangrijk om even goed te kijken, mocht u er een zakje bij willen plaatsen, hoe u dat gaat doen. U plaatst in ieder geval altijd de twee zakjes. En in sommige gevallen kunt u een zakje hieronder plaatsen. En in andere gevallen, als de buik zo groot en breed is, doet u ze met z'n drieën naast elkaar. Het belangrijk is dat u altijd de grootste organen, de darmen, bedekt houdt. Dus de zakjes worden niet op de benen geplaatst. Desnoods er dan boven, maar altijd, dit is uw eikpunt, altijd hier, dat is de basis. En even nogmaals, afhankelijk van de vorm van de buik, gaat u iets naar die kant werken of naar die kant, of hier, maar nooit hier.